AVB verwacht lagere opbrengst. Afrikaanse varkenspest rukt op vanuit het oosten. Een broncode om stikstofdepositie te meten openbaar. Het moment dat je beseft, ik heb echt de juiste keuze gemaakt. Kies de meststof, herkenbaar aan de oranje korrel. AVB verwacht in het boekjaar 2019-2020 een lagere opbrengst. Ze gaan ervan uit 15% minder aardappelen te verwerken dan gemiddeld. De hectareopbrengsten zijn wisselend en afhankelijk van de teeltomstandigheden, de regio en de eventuele mogelijkheid tot beregenen. AVB kent tot nu toe een relatief stabiel verloop van de campagne en schat in dat de fabriek in Ter Apelkanaal tot in februari zal draaien en die in Gasselte-Nijenveen tot eind april. Daarnaast heeft het concern, dat dit jaar het 100-jarig bestaan viert, afgelopen donderdag het predicaat koninklijk ontvangen. De Afrikaanse varkenspest rukt op vanuit het oosten. Het virus is aangetroffen op zo'n 85 kilometer van de Duitse oostgrens. Het gevonden besmette zwijn werd op 4 november dood aangetroffen. Dat het virus nu zo'n 300 kilometer westelijker wordt aangetroffen dan eerdere gevallen, is volgens experts het gevolg van menselijk handelen. In België werd op 21 oktober nog een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest ontdekt. Dat land heeft grote exportproblemen, omdat Belgische varkenshouders niet kunnen meeliften op de prijshype die is ontstaan door de grote vraag uit China, dat zelf kampt met Afrikaanse varkenspest. De broncode van het model om de stikstofdepositie te meten, het zogeheten OPS-model, is openbaar. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten bekendgemaakt. Het Eriës-rekenmodel had het RIVM al eerder openbaar gemaakt. OPS is het model waarmee berekeningen worden uitgevoerd voor de stikstofdepositie in Nederland. Het achterliggende model is te downloaden via de site van het RIVM. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Het moment dat je beseft, ik heb echt de juiste keuze gemaakt. Kies de meststof, herkenbaar aan de oranje korrel.